Dag Pino, Betsner krijgt de voorkeur op Van den Dries, Jules Seyer, Thiam en Keye vervolledigen de elf. Bij KV Mechelen dus één wissel, Druif in de plaats van... Kerim Ratti, weer hard aan het werken. Zorgt alweer voor balbezit bij KV Mechelen. Storm. Meteen snelle voorzet van KV Mechelen. Daar is Druif, de kopbal. Tweede paal, daar is Merab. Die kopt hem tegen de paal. Een zo grote kans voor KV Mechelen. Merab die is niet de allergrootste. Hij komt hier een paar centimeter te kort om KV Mechelen op voorsprong te koppen. Hier Storm. En dan Druif. Dan is het de bedoeling om hem tot bij Merab die te krijgen. Dan is het uitstekend gezien. En dan Merab die, ja. Darpino op zoek naar Jules Seyer, kan er net niet bij. Bal wordt weer opgepikt door Daze. Appel voor Hens en strafschop, zegt Bert Put. 26e minuut, de bal gaat op de stip. Rob Schoofs kan het niet geloven. Gele kaart voor Sheldon Bateau. En hier Darpino voor de neus van Heijremans. En dan raakt hij hem niet goed, waardoor Jules Seyer kan meten. Maktar Gueye om KV Oostende op voorsprong te brengen. Blijft hij perfect van op de penaltystip. Dat blijft hij. En hij zet KV Oostende op voorsprong 1-0. De ploeg die het meeste balbezit heeft, voortdurend op de helft van de tegenstander speelt, staat op voorsprong. Gueye duurde lang, maar bleef gefocust. En dan zag hij Toelen vertrekken en legt hij hem in de andere hoek. En zo KV Oostende op voorsprong. Betsner. Nog een kleine 10 minuten in deze eerste helft. Betsner. Heel veel volk in de grote baklijn. Nagenoeg iedereen. Bataille achterlijn gehad. Daar is Gueye. Krijgt hem niet voorbij. Bateau. En zo nog een kans voor KV Oostende. En dan hier Betsner. Blijft maar aanjagen. Bataille met de voorzet. En dan Bateau. Bataille. Niet voorbij Schoofs. En dan eindelijk eens uit de grote baklijn bij KV Mechelen, zullen ze denken. Theat die heeft een afstandsschot. Glijdt weg, nog de redding van Toelen. Dan zo twee kansen na elkaar voor KV Oostende. Darpino. Tot bij Josseyer. Ruimte op de flank, maar Schoofs nog net met de dikke teen ertussen. Druif. Met wat ruimte. Walsh heeft nog meer ruimte. Druif kan het zelf doen tegen de paal. En Hubert kan hem nog net wegtikken. En dan, nee, niet de goal. Nog net de voet van Tangen. Wat een knal van Druif. 27 minuten te spelen. Nog steeds 1-0. Hubert, goede reflex, want daar was Merabti. En dan Svet. Die knalt hem tegen Tangen aan. En zo gaat die bal uiteindelijk niet in doel. En blijft het 1-0. Ah, goede tussenkomst van Daze. Walsh moet terug in achtervolging. Jules van den Dries gaat diep. Van den Dries wordt links gelaten liggen. Want hier is Van Zina. Nee, niet de beslissing. Nog de redding van Toelen. Bal opgepikt door Bataille. Die probeert het afgeweken bal. Hoekschop. Kan natuurlijk ongegeneerd op de counter gaan speculeren. Van Zina. En dan de voeten van Toelen. En dan uiteindelijk nog... Wachten. Ik kan van hieruit echt niet zien of daar een speler staat. Maar hier komt dan toch die hoekschop. Wegdraaiende bal. En dan wordt die overgekopt door Tangen. De bal nog even aangeraakt. Is er dan een voor de voer of is het Josseyer als eerste op de bal? De Deen meteen met de sprint naar voren. Capon is mee. Kwazina is mee. De bal gaat richting Brecht Capon. Geraakt hij voorbij. Toelen. Die duwt hem onder de doelman. En zo 2-0. KV Oostende countert deze wedstrijd uit. En lijkt op weg naar de overwinning in de 86e minuut. Kijk hier. Josseyer net wat sneller dan... De voer en dan meteen naar de overzijde op het geëikte moment tot bij Capon. Die wacht en dan duwt hij mooi onder Yannick Toelen in. En zo de 2-0 voor KV Oostende. Ook al verdiende KV Mechelen op basis van die tweede helft zeker de gelijkmaker. Maar dat is nu eenmaal voetbal. En zo is KV Mechelen koud gepakt. De voer. Onur Kaya. Je weet nooit, dat doelsaldo nog belangrijk kan worden. De bal nog één keer naar voren. Daar is Druif en die vergeet er nog 2-1 van te maken. Druif probeert zich te verstoppen. Gaat voorbij Theaat, gaat voorbij Hubert. En zo eindigt deze Oostende Mechelen op 2-0.
KV Oostende blijft volop meedoen voor play-off 1. Mechelen lijkt de rol voor de top 4 te lossen.